Ja. Niks meer aan doen. Wow. Oh, bel. Oh ja, praat eens. Hey. Hey, ik hoor jou. Er zijn hier de hele week allerlei bouwvakkers bezig geweest. En hier kunnen we eindelijk een beetje laten zien wat er allemaal omgaat hier. Ga maar eroverheen. Ga maar eroverheen. Goed zo! Oh. Een hele goede morgen, jongens. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is maandagochtend. Ik ben de week begonnen met de hele keuken hier opruimen. Want het was hier nog een beetje een zooi van het eten van gisteren. We hadden verse kippen, verse friet en zo. Super lekker. En iedereen moest vanochtend vroeg de deur uit. Dus ik dacht, nou, laat ik die taak dan maar even op me nemen. Ik heb de hele weekvlog al geëdit. Dus ik heb echt een super productieve ochtend gehad. En nu werd ik net opgeroepen. Want Lars en mama die zijn leidingen aan het leggen in het huis. Want deze week wordt de betonnen vloer gestort. En we missen nog een koppelstukje, dus ik moet dat koppelstukje nu gaan halen. En ik had er geen verstand van, dus dat wordt een erg grappig verhaal. Ik ga snel mijn spullen pakken en dan klets ik jullie zo verder bij. Er wordt ondertussen alweer hard gewerkt. We zijn druk bezig met de aanbouw. Daar zijn ze vorige week mee begonnen. En onze dakramen zijn geleverd. We gaan stappen maken, schat. Leuk, hè? Straks hebben we ineens een huis. Grote pakketjes. Eerste pakketjes die afgelopen zijn geleverd. Ja, eerste pakketjes. Yay! Oké, het probleem is dat we één zo'n stukje tekort komen. Echt super lullig. Dus die ben nu in de beeld om dat op te halen. Ergens bij een groothandel of zo. En dan voel ik me als een domme blonde muts die er dan binnen komt zetten. Oké, daar gaan we. De blonde domme muts. Die gaat even een stukje kopen waar ze geen verstand van heeft. Eén van mijn lievelingseten. Boerenkool met slaashuis. Lekkerste combinatie ever. Geloof me maar. Het klinkt raar, maar geloof me. Zo lekker. We zijn de kerstboom aan het versieren, maar we hadden te weinig lampjes. Dus we gaan lampjes er weer uithalen. En dan gaan we nieuwe lampjes. Vier keer zoveel, toch? Ja. Ja, het is 400 of ik hoef er niet in. Nee, je zit er ook niet in. Ik zie alleen je voeten. Dat is ook erg. Katzen. Ik volg gewoon. Nee, het is inderdaad 400 of 1000. Oké, okay, ga voor 1000. Nee, hier staat op 1000. Dus ja, let's go. Maar deze zijn eigenlijk voor buiten, maar dat maakt niks uit, toch? Ik denk niet dat ze ineens kortsluiting krijgen. Ja. En there goes the first kerstbal in de boom. Nou pap, de eerste hangt hoor. Let the party begin, de Christmas party. Woehoe. Hij is bijna gevuld en ik heb dit jaar de eer om de piek erin te hangen. Dus mam, even doorvullen, dan kan ik de piek doen. Nee, hij is weer echt mooi. Vind je het? Ja, ik ben trots. Ik ook. Oké. Okay. Nou, laatste ballen en dan de piek. Okay. Rappapa! Tam 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 tam. Zit die recht? Ja. Ja. Niks meer aan doen. Wow. Goedemorgen jongens, mijn college dag zit er alweer op. Ik ben tot 11 uur naar school geweest. En nu moesten we even isolatiemateriaal halen. Voor de waterleidingen die door het huis gaan lopen. En het past niet in de auto, dus we gaan nu met het raam open. Die dingen naar huis brengen. Oké, we zijn even snel wezen lunchen thuis. En toen kwam er een pakketje binnen. En dit is gewoon ja, mijn allergrootste gadgetwens voor in het huis. Lars heeft nog wel dingen zoals boksen en zo. Maar dat maakt mij allemaal geen reet uit. Ik heb dit gezien en ik wilde dit super graag hebben. En dat is dit apparaat. Je kent hem hoogstwaarschijnlijk wel van de reclame, want zo werd ik ook verliefd. Het is een ringdoorbel en met een ringdoorbel kan je dus gewoon kijken wie er voor de deur staat. Ook al ben je niet eens thuis. Nou, één, het leek me een super goed idee, omdat wij nogal veel pakketjes binnenkrijgen. En het dus handig is dat, ja, ook als je er niet bent, dat je kan zeggen, breng het maar even naar de buren. En twee, het leek me ook wel een heel veilig idee, want je hoeft de deur dus niet meteen open te doen. Op pas te zien wie er voor de deur staat. Het is dus de videodoorbel 2. Works on any home. Dus het werkt overal, het is super makkelijk te installeren. Nou, dat is wat wij nodig hebben, want ook al zijn we de verbouwing aan het doen, technisch zijn we niet. Dan, 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 bam, bam, bam. En je hebt ook nog twee kleuren, weet je wel? Heb je hem ook in het zwart? Nee, onder. Oh, die kan je er gewoon omheen doen. Kijk, je hebt of dit hoesje. Ja? Dat had je alweer uitgevogeld. Deze. Ik vind die zwarte mooier. Wat vind jij? Wat zeg je? Ik vind het zwart mooier. Mooi, ja. Zullen we zwart doen dan? Ja, zeker. Oké, altijd heel goed de gebruiksaanwijzing lezen. Oh, daar stond ook iets in welke hoek je moet plaatsen. Maar, wat zit er allemaal nog meer in? We hebben, kijk dit. Kijk,
Kijk, als je bijvoorbeeld zeg maar, dit is dan de muur zo. Ja. Dan kan je hem een klein beetje, zie je dat? Naar. Oh, dat hij een kant op wijst. Die kant op laten. Oh, dus als je hem bijvoorbeeld rechts plaatst, dan. Zo, kan hij een beetje naar. Kijkt hij beter naar je deur. Of volgens mij ook. Hier heb je er nog een. Dan wijst hij een klein beetje omhoog. Dan staat hij een beetje zo. Oké. Nou, we moeten gewoon even kijken, denk ik, wat het mooiste staat. Oh, hier. Waardoor je het beste kan zien. Deze moeten we. Oh, de batterij die heb ik. Opladen. Alsjeblieft. Moet dat nu? Dat moet als eerst. Oké. Okay. En dan hebben we ook nog hier zitten in. Even kijken. Kijk, dan heb je de gereedschap niet nodig. Dat zit er gewoon bij. Ja. En toolkit, install, tools. Ideaal. Nice, hè? Oké, let's go. Oké, we gaan aan de slag. Oké, we kwamen tot de briljante ontdekking dat je uiteraard wifi nodig hebt voor de ring. En dat hebben wij nog niet. Maar aangezien we hem toch aan het installeren zijn, hadden we zoiets van oké, dan gaan we het hier thuis, bij mijn ouders nog thuis installeren. Die hebben namelijk wel wifi en dan kunnen we toch even kijken of die werkt. Ik heb net de app gedownload, heb een account aangemaakt en nu krijgen we alle tips en tricks om hem te installeren. Oké, je moet de batterij erin stoppen. Oké. Heel goed. Oké. Druk op een knop rechts bovenin de hoek. Spannend. Wil je help nee. Met. Nee, we kunnen hem nog niet installeren dus. Niet op de muur. Oh. Kom. Skip de. Ja, skip voor nou. Oké, deze instelling moeten we dus allemaal nog een keer doen als het echt for real is. Standard. Next. Next. Blijkbaar zat ik net in beeld. Ik ben gespot. Oké, wacht. Als jij nu aanbelt, moet ik dit nu weg doen. En jij belt aan. Ik kijk. Oh, hier. Iemand is bij je front door. Klik aan. Oké. Oh, dan kan ik terugpraten. Oh, kijk, dat ben jij. Hallo. Hallo. Oh, ik ga naar een andere. Oh, bel. Oh ja, praat eens. Hey, ik hoor jou. Nee, heb je een pakketje voor mij? Nee, je mag er niet in. Sorry, doei. Nou is dit natuurlijk al hilarisch, maar we zagen laatst een filmpje op YouTube voorbij komen. En daar gebeurde het volgende. Een zoontje die belt letterlijk via de ring naar zijn vader om te vragen hoe hij de tv aan moet zetten. Het was zo super schattig. Dad? Dad? Baby Gracie? Dad! How you doing? I love you! I love you. Oh, there's a big kiss. How's it going, man? How do you turn on the kid channel? How do you turn on the kid channel? Mocht je nou ook nog op zoek zijn naar zo'n handige deurbel, ik zal even het linkje van deze ring in de beschrijving zetten, dan kan je hem daar vinden. Zo jongens, het was een beetje een heftige dag. Dus ik ben een klein beetje vergeten te filmen. Ik heb ook een spraakgebrek de laatste dagen. We zouden eigenlijk om 3 uur naar de zus van Lars gaan om even de kindjes te zien. Maar Lars die moest nog heel veel doen in het huis, dus dat liep allemaal een beetje uit. En toen moest ik weer naar die bouwwinkel ding om spullen te halen. En toen zijn we midden in de spits nog even dus naar de zus van Lars gereden, hebben daar gegeten. En zijn we teruggereden, dus dat was een fanatiek ritje. We liggen nu lekker in bed, we gaan Ajax kijken. En dan gaan we lekker slapen. Dus tot morgen. Goedemorgen jongens, het is woensdagochtend. Ik heb vanmorgen ontbijt op bed gebracht bij mijn zieke meneer. Lars die was al 2 dagen ziek, maar die wilde per se hier in het huis het leidingwerk afmaken. Dus die heeft echt 2 dagen doorgeknald. Maar op een gegeven moment komt er toch een einde aan. En toen ben ik even hier naartoe gegaan om te gaan kijken wat ze allemaal aan het doen zijn. Want ik ben nieuwsgierig. Maar ze zijn dus nu de fundering aan het isoleren. Of zo. Ik heb eigenlijk helemaal geen verstand van. Dus ik zeg ook maar wat. Maar zo ziet dat eruit. Dat is een hele hoop piepschuim. En dat gaan ze dan in een soort van betonnen balk leggen. Volgens mij komen hier dan van die betonnen dingen en daar komen die broodjes, noem je dit, tussen. Nou ja, ik dacht bij broodjes zijn heel iets anders. Ik vond het wel zo raar dat we zo'n zak brood op de vloer zouden leggen om te isoleren. Nee, grapje, maar dit zijn allemaal dingen die leer je en die kan ik dan maar met jullie delen. Dus dat is super gunstig. Dat was het eigenlijk wel.
Nou is het zo dat mijn buurvrouw en mijn buurman een baby hebben gekregen vorige week zaterdag. En ik wilde nog even een kraamcadeautje maken. En dat wil ik eigenlijk doen hetzelfde wat ik voor mee heb gedaan. Heb ik jullie niet precies laten zien omdat je alle namen en zo in beeld ziet staan. En dat wilde ik niet, maar het zijn kaarsen met letters eromheen. Het is een heel leuk idee. Ik ga even kijken of ik het jullie zo kan laten zien zonder dat ik de gegevens van de buren vrijgeef. Oké, dit is het kraamcadeautje geworden. Deze heb ik ooit gekregen. Dus hier staat gewoon gefeliciteerd met jullie dochter op. En dit is het cadeau. Ik hou even mijn duim voor de achternaam. Het zijn dus kraaltjes van AliExpress, maar volgens mij kan je die ook gewoon in de winkel kopen. En daarom zo'n jutte touw heen gewikkeld en dan met achter met een strikje vastgemaakt. Nou, ik vond hem heel schattig geworden. Deze kleurtjes zijn ook leuk. En als we het toch over dit soort kaartjes hebben, kreeg ik net echt een superleuk pakketje binnen. Jessica heeft een webshop en daarin verkoopt ze allemaal leuke dingen om je cadeautje in te pakken. En ze zag volgens mij een maand of 3-4 geleden dat ik daarmee bezig was. Toen heeft ze een heel leuk pakketje opgestuurd. En dan vroeg ze van de week of ze dat weer mocht doen voor de, zeg maar, kerstinpakspullen. En die is binnen. En ik ga hem even samen met jullie openmaken. Kaartje. Hey Dave, super lief dat ik je weer wat mag opsturen. Heel veel plezier ermee, alvast fijne feestdagen gewend. Liefst Jessica. Er staat sowieso een linkje naar haar Instagram pagina in de beschrijving. En daar gaan we. Ja, ja. Oh, niet netjes gedaan. Even kijken. Allemaal leuk inpakpapier. Oh, vooral deze vind ik heel schattig. Gouden plakband. Oké, bijzonder. Dan een zakje. Hier zit denk ik wat in, want hij zit al dichtgeplakt. Dus ga ik zo even openmaken. En deze ook. En dit zijn kaartjes om namen op te zetten. En nog allemaal leuke cadeauzakjes. Deze komen super goed van pas voor van die cadeautjes. Die echt onmogelijk zijn om in te pakken. Superleuk. Oké, ik ga deze even openmaken. Kijk, nog meer cadeauzakjes. En deze wat meer een kerstthema. Deze had ik al. En deze heb ik ook echt al gebruikt voor, om iets in te pakken. Volgens mij voor mijn schoonmoeder. Superleuk. Oké, en wat zit er dan in deze? Ja, ik denk dat ik dit het leukste vind van allemaal. Het zijn allemaal stickers met echt mega leuke dingen erop. Het is echt een stuk leuker dan gewoon een saaie naamsticker. Het leukste cadeautje is voor jou. Super schat. Nice. Echt heel leuk. Nou Jessica, weer een hele dikke kus voor jou. Dankjewel voor al deze leuke spulletjes. Ik ga er wat moois van maken en ik zal het jullie ook even laten zien. Ja, mocht je dit ook leuk vinden, check even de Instagram van Jessica. En ja, maak er iets moois van je kerstcadeaus. En mocht je nou iets moois hebben gemaakt, zorg dan even dat je mij een foto stuurt op Instagram. Vind ik super leuk om te zien. Een berichtje gestuurd, denk ik echt in september vorig jaar of zo. Zoiets, ja. Oktober vorig jaar. Oké, stel jezelf even voor. Ik ben Ravion. Hallo. En Ravion die heeft een enorm mooie, bijzondere vorm van kunst. Ik ga even de andere kant op staan, anders hebben we heel veel tegenlicht. Ik heb dus in september of oktober, denk ik ergens die tijd, 2018 een berichtje van jou gekregen. Zoiets, dat je heel graag een foto van mij wilde tekenen. Of schilderen, dat doe je met schilderen, toch? Ja, want ik zag er één en ik dacht, ja, dat is toch wel... Ja, jij hebt namelijk wel zo'n bijzondere stijl en dat is toch vooral gericht op de schoonheid van het vrouwelijk lichaam. Ja, niks voor is dan dat. Nee, dat is waar, daar heb je helemaal gelijk in. En ja, nu is het tijd voor het eindresultaat. Ja. En ik ben wel heel benieuwd, dus ik zou zeggen, draai jij hem om, dan ga ik proberen en mijn blik en het schilderij. Oké, ik ga hem openmaken. Hij heeft plastic eraf. Hoe lang ben je hiermee bezig geweest? Drie dagen of zo? Dat is wel fanatiek. Oké. Oké, bijna. We zijn er bijna. Rapapapam. Oh, die is echt heel gaaf. Ik ga hem even goed laten zien. Als het goed is herken je de foto wel, maar dit is de foto. En dit is dus het... ja, jouw versie van. Ja. Want jij hebt wel echt een hele bijzondere manier van schilderen. Ja, het is... Beetje cartoonachtig. Ja, het is gewoon heel duidelijk wat je ziet. Het is geen poespas. Nee, ik vind hem heel vet geworden. Ja, de foto leent zich ook perfect voor de... Ja, jij dacht die vrouwelijke vormen, die kan ik wel. Dat lukt wel. Heel nice, man. Echt heel gaaf. Ja, ik hoop dat je blij bent. Zal ik hem aan mijn vriend geven voor kerst? Want die weet dus niet dat jij dit gemaakt hebt. Nee. Leuk. Zal ik hem inpakken? Gaat hij heel leuk vinden. Ik denk het ook al, want als er iemand fan is van mijn lichaam, hoop ik toch dat hij het wel is. Dat mag ook. Dat zou een beetje gek zijn. Heel vet man, echt heel gaaf. Even jouw Instagram, die zet ik wel even hier in beeld. Dan kunnen mensen daarop klikken. Ja. Oké, okay. Doei. Doei. Nee, huh? Met je camera. Ja, dat is ook zo lekker passen.
Wij zitten dus in een restaurant. Ik ben samen met een vriendinnetje uit eten. En is hier man echt lijpenstennis aan het schroeven omdat hij moet betalen voor kraanwater. Of nee, omdat ze geen kraanwater serveren, maar alleen water uit een fles. En ik snap je principes, maar hij heeft echt het meisje in de bediening echt in de grond, door de grond geboord. En het is zo zielig. Het is echt heel sneu. Dus ik zei dat al tegen hem goed gedaan, maar je hebt goed gehandeld. Maar oh my god. Hij zette en zichzelf en zijn vriendin en het meisje in de bediening ook echt keihard voor lul. Echt heel sneu. Een hele goede morgen, jongens. Het klepje gaat niet meer goed open. Oh. Het is donderdagochtend. Ik sta in de bouwval en dan in het deel van mijn zusje, zeg maar. Ik heb één taak tijdens deze verbouwing en dat is eieren of lunch verzorgen. En vandaag is het eieren. En alle twee mijn batterijen zijn nu leeg. Dus ik vertel jullie zo meer als ze weer zijn opgeladen. Kijk wat saaier. Vraag of mama doet met een andere afstandsbediening. Hebben we die nog dan? Weet ik niet. Ja, ik in mijn auto, maar ik weet niet of Lars die alweer teruggelegd heeft. Maar goed, mijn camera is weer opgeladen. Ik ben de hele dag van hop naar her gereden. Ik heb gekookt net. We hebben gebakken aardappels met doperwten en vis gegeten. En nu gaan we even richting Utrecht. Want het is koopavond op donderdag en we moeten nog een kerstcadeautje kopen. Dus Niek en ik gaan even samen. Lars zal altijd werken op donderdag, is heel ongezellig. Dus het is nu even girls night. Yo. Oké. Okay. Leuk. Wat een gezelligheid. Er komt een hele fanfare. Maar het is toch geen carnaval? Waar is het voor? Volgens mij bibberen ze allemaal een beetje omdat het zo koud is. Je hoort oh, ja, het klinkt wel een beetje chaotisch. Oh nee, het zijn ook oude mensen nog. Oude mensen. Oefening. Maar ze hebben wel carnaval. Ze hebben carnavalskleuren. De carnavalsvereniging of het dan vast voor volgend jaar. Ja, leuk. Oké, okay, little shop vlog. I have a nieuwe blouse. En ik ga vanaf nu gewoon weer Nederlands praten. Ik heb een blouse gekocht bij de Primark. Dit is hem. In een emmetje. En ik weet niet, ik vond het gewoon leuk. Lekker simpel. Oké, okay, dat is item 1. Dan is dit item 2. En hij is dus wel een beetje shining true. Maar ik vond dat wel leuk voor de feestdagen. Hoezo ik praat Nederlands? Oh ja, shit. Ook dat. Hij is wel een beetje doorschijnend. Poep. Maar ik vond het wel bij de feestdagen passen. Je zei shit. Ja. Oh. Ik zal van echt Nederlands praten. Oké, okay. Nee. Deze dit is wel een favoriet. Bij Stradivarius gekocht dus. En good night. Good night. Oké, okay, en wat ik verder nog heb gekocht zijn deze hele grote ogen. Dat leek me gewoon handig voor leuke dingen die ik had bedacht. En deze hele kleine kerstballetjes. Bij de Primark heb ik die gekocht. Want ik heb boven een kerstboompje staan. En die is heel klein en er zitten nog geen ballen in. Dus ik dacht, het is wel leuk om deze erin te hangen. Ik heb onderbroek gekocht bij de Primark. Want deze zit echt super lekker. En ik heb het allerleukste. Ik ben het meest blije met dit wat ik heb gekocht. En dat zijn kleertjes voor mee. Ik had bijna nog geen kleren voor mee gekocht. Omdat Robin heel veel kleertjes heeft gekregen. Dus voor mijn nieuwe nichtje. Heeft heel veel kleertjes gekregen. En ze vond het heel erg zonde dat ik dan leuke dingen ging kopen. Maar ik kon het nu gewoon niet laten. Omdat ik dit zo schattig vond. Dus allereerst heb ik dit broekje gekocht. Het is een beetje zandkleurig. Met hier knoopjes aan de zijkant. En dit past in principe nu. Maar ik dacht, ja, dit is ook best wel stretchy. Dus waarschijnlijk kan ze dit wel langer aan. En ik heb dit blouseje gekocht. Een romperblouseje. En die vond ik zo mega schattig. Nou moet ik wel zeggen, ik vond het voor babykleding nog best prijzig. Want het blouseje was bijvoorbeeld 15 euro. Maar eigenlijk weet ik ook wel dat als ik later kindjes krijg. En misschien als ik gelukkig geprezen ben, dat allemaal lukt. Want dat moet je altijd als een soort disclaimer bij zeggen van kritisch kijken in Nederland. Maar als het dan ook nog een meisje wordt, dan ja, dan vind ik het wel heel leuk als ik deze kleertjes ook bij mijn kindjes aan kan doen. Dus het is ook wel een beetje met die gedachte gekocht. En ik vind het gewoon echt, Sarah heeft zulke leuke kinderkleding. Ik begin echt enorme keelpijn te krijgen. Je hoort het waarschijnlijk ook aan mijn stem. Ik klink steeds meer als een vrouw die al 30 jaar aan de zware seks zit. Dat doe ik dus niet. Ik ben gewoon, denk ik, aangestoken door Lars. Lars die was een beetje ziek. En ik denk dat ik het nu een beetje heb overgenomen. Maar goed, oké. Okay, ik ga nu even lekker in bad. Want daar heb ik heel veel zin in. En ik ga de was doen. Want dat moet ook nog gebeuren. Zo'n periode dat ik herkennen vrouwen misschien wel onder mij. Onder jullie. Het is zo'n periode dat al mijn onderbroeken die lekker zitten en die normaal zijn op zijn. En dat ik dan maar van die lingerie onderbroeken aan moet. Met van die rare strengeltjes en zo. Dat je ineens allemaal van die
Even kijken of ik dat kan laten zien. Van die rare dingen die zo heel sexy bedoeld zijn, maar helemaal niet lekker zitten. Dat je daar dan ineens in loopt omdat je onderbroek op zijn en je dus echt moest wassen. Nou, ik ben nu op dat moment aangekomen. Dus ik ga nu de was doen. En het is misschien een beetje TMI, maar ja, zo ben ik. Oké. Goedenavond jongens, het is vrijdagavond in plaats van vrijdagochtend. We hebben best wel een hectische, chaotische dag gehad. In de zin van, we hadden vanochtend om 10 uur een afspraak in Rijswijk, maar stel dat vet veel file 's ochtends op de A12. Dus we zijn erg vroeg van huis vertrokken. Ik had echt een enorme rotnacht gehad vannacht. Zoals je misschien een beetje hoort, volgens mij heb ik de griep die Lars van de week had een beetje overgenomen. Dus dat is een beetje vervelend, maar verder... Verder voelde ik me wel prima vandaag. Pas zit een mondertje doet wonderen. En toen zijn we naar Tiel gereden, naar de ouders van Lars. En daar waren de kindjes vandaag. De kindjes van mijn schoonzus. Dus we hebben de hele dag geknuffeld. En we hebben foto's gemaakt voor hun, voor kerst. En ik zal even één laten zien. Even kijken. Zoals je misschien wel weet, doen we Noah niet al te fanatiek in beeld. Maar het zijn echt... mega mooie foto's geworden. Hij is nu een beetje oranje doordat mijn night shift aanstaat. Maar ze waren echt heel schattig. Nou heb ik het al een paar keer gezegd. Maar ik vind het dus een beetje moeilijk om te filmen. Als we echt met familiedingen bezig zijn. Dus ik hoop dat jullie daar begrip voor hebben. Maar goed. We hebben verder al gezegd. Dag, hadden we net nog even spelletjes gedaan. En nu hebben we even getankt. Je hebt trouwens echt binnen een minuut en 30 seconden getankt. Holy. Maar het voelt altijd veel langer als je buiten staat. Ja. En we gaan nu weer terug naar Zeist. We gaan lekker slapen, want morgen is weer een klusdag. Dus ja, dan is het wel makkelijk om in Zeist te slapen. En dan, ik ben heel onscherp, maar je hoort me nog. Dus we gaan nu naar huis en ja, dag. Goedemorgen jongens, het is zaterdagochtend en wij staan in ons mooie bouwvalhuis. Yo! En dit is een goed moment om even te laten zien, want het is hier nu eindelijk rustig. Er zijn hier de hele week allerlei bouwvakkers bezig geweest. En nu kunnen we eindelijk een beetje laten zien wat er allemaal omgaat hier. Lars heeft er dus een tijdje geleden de oude vloer uitgesloopt. Dus toen werd het een heel groot gat, zoals je daar nog wel kan zien. Ik ben dat vorige week allemaal bezig opruimen, als je de week nog van vorige week hebt gezien. En nu hebben ze er allerlei balken in gelegd met dit soort piepschuim broodjes, noem je dit. En nee, je kan het niet opeten. En daar komt dan een betonlaag overheen. Nou, geldt voor de aanbouw hetzelfde. Alleen die balken, zeg maar, deze, die zijn er dus nog niet. Dus daar wachten we nog op. Maar die komen volgende week maandag. En dan gaan ze dinsdag hier een hele grote laag beton overheen smeren. En dan hebben we gewoon ineens een vloer. Nou, alle details verder, die zie je natuurlijk uiteraard over een tijdje in een nieuwe klusvideo. Helemaal dedicated aan de aanbouw. Want deze vloer en de aanbouw, die pakken we dus in één keer aan. Omdat we overal vloerverwarming willen. We willen niet zoveel van die lelijke verwarmingen meer in huis. En ja, als je toch alles gaat vernieuwen, dan moet je de keuze maken of je het dan op die manier doet. Of dat je het gewoon laat zitten. Maar we hebben ervoor gekozen om het helemaal opnieuw te doen. Dus, wij gaan nu vandaag een paar klusjes die we willen volbrengen. En dat is allereerst dit vreselijke toilethoek slopen. Dat is niet dragend, het is daarboven gewoon loze ruimte. Dus die kan er gewoon uit zonder dat we maatregelen hoeven te nemen. Oh, kijk, hier heeft Lars alle verwarmingen gelaten. En we hebben ergens lekkage. Maar alle leidingen worden toch vervangen in de loop der tijd. Dus we hebben besloten dat we de lekkage niet gaan oplossen, want het kost er heel veel tijd en geld. Dus we hebben gewoon het water afgesloten, dus het toilet kunnen we toch niet meer gebruiken. Dus... ja, we gaan gewoon slopen. En ja, dat gaan we doen. En als het goed is gaan we vandaag ook de elektra maken voor in de aanbouw. En we gaan boven elektra maken in de slaapkamer. Dus we hebben genoeg te doen vandaag. We gaan een lekker dagje klussen. En als je vindt dat ik een beetje raar praat, ik heb een mega afzo hierboven in mijn mond. En ik ben echt snot verkouden. Dus daardoor komt dat. En dan ga ik altijd een beetje debiel praten en dan wil ik mijn mond niet te veel bewegen. Want ik maak zo'n afstand altijd kapot met mijn tandenborstel. In de hoop dat hij dan sneller weggaat. Maar eigenlijk doet het gewoon de rest van de dag veel meer pijn. Dus, vandaar. Nog als een boer met kiespijn. Nou, die hartklust moet lekker eten. Ik heb vis gehaald en broodjes gehaald. Dus we gaan lekker lunchen. En altijd als ik over de markt loop, dan moet ik me zo inhouden. Ik vind alles zo lekker. De kaas en van die Turkse hapjes. Oh. Maar goed, we houden het op vis vandaag. Mijn grote vriend op visite, Bump. Ga maar even laten zien hoe goed je in de hindernissen bent. Kom maar.
Gaan we daar overheen? Gaan we er overheen? Goed zo! Oh! Grote hond hoor. Waarom altijd als ik Bumper in de auto doe, gaat hij op mijn stoel zitten? Net alsof hij gaat auto rijden. Ja, maat, andere stoel. Opschuiven. Die kant. Die kant. Hup. Die kant. Dit is wel heel jammer weer hoor, Bump. Alles meteen weer vies. Gaan we naar huis? Ja, we hebben het koud. Ja. Goedemorgen jongens. Ja, gisteren hield even een beetje abrupt op. We waren bezig met het uitzetten van de keuken. Om een beetje te kijken in de aanbouw hoe dat nou precies zou moeten worden. En toen voelde ik me ineens niet zo lekker. Dus toen ben ik naar huis gegaan. Ben ik op bed gaan liggen. En ik moet zeggen, het heeft nog niet echt geholpen. Want ik klink nog steeds als shit. Ik hoest veel. En ik ben snotterig. Maar goed, ik heb wel weer zin om iets leuks te gaan doen. Dus wat we even gaan doen is aankleden. Dat is altijd handig. Want het is een beetje raar om in je blote benen de deur uit te gaan. En dan gaan we even de stad in, denk ik. Want we moeten nog wat kerstcadeautjes hebben. En ja, dan maken we er gewoon even een lekkere, gezellige, relaxte zondag van. Nou, al dat kerstcadeau shoppen is het natuurlijk tijd voor lunchpauze. En er is nergens zo'n lekkere carpaccio als bij Pandarve in Zeist. En nee, dit is geen sponsoring. Dit is gewoon echt het lekkerste ever. Holy, ziet het op. Ja? We kijken ondertussen kijken we handbal, want de Nederlandse vrouwen zijn in de finale. En Lars heeft de saté met Vliet. Het lijkt altijd net als je hier binnen zit of het avond is. Maar het is gewoon overdag nog. Maar het is hier binnen gewoon donker. Heel knus en gezellig. Dat is heel vies. Ik heb net echt dit super mooie cadeaupapier bij de blokker gekocht. Dus ik ga nu nog even een cadeautje inpakken. En dan heb ik al mijn cadeautjes voor iedereen klaar. Als het goed is. Zo ziet kerst er bij ons uit. Iedereen koopt voor iedereen een cadeautje. Dus er liggen, even denken, 8 keer 7, 56 cadeautjes onder de boom. En sommigen doen ook wat meer. Zeg maar, soms heb je 2 cadeautjes voor 1 iemand. Dus ja, het is altijd 1 groot cadeaufeest. Zelfs in de boom hangen cadeautjes. Heb ik gedaan. Deze is voor Isa volgens mij. Ja. Oh. En dit vond ik ook heel leuk. Dit is zo'n kerstbal waar je iets in kan doen. Maar volgens mij zit er nog niks in. Nee, hij is nog leeg. Die wil ik ook wel later. En dan mag jij er allemaal cadeautjes voor mij in stoppen, Lars. Hé, Lars? Het is een lekkere luie zondag. Oké. Ik heb nog niet gespiekt, dus ik weet nog niet wat voor mij is. Kijk. Oh, dat is niet voor mij. José, dat is mijn moeder. Nee, oh, ik heb een cadeautje. Ik ga voelen wat het is. Oké, dit is zo'n ding van je auto om je ruit schoon te maken. We gaan over een week zien of het echt zo is. Ik voel het gewoon. Oké, nee, nu ga ik niet meer kutten. Oh, kijk, hier hangt er ook één. Oh, wat schattig. Voor wie is die? Ook voor Isa. Isa heeft al de cadeautjes in de boom hangen. Nou, we toch over pakketjes hebben. Ik heb iets nieuws, ja, een soort van uitgevonden. En dat leek me het wel waard om met jullie te delen. Het gaat namelijk over korting. En als wij ergens van houden, is het natuurlijk korting. Ik ben laatst voor het eerst in aanraking gekomen met de website Best Secret. En Best Secret is een website die helemaal bestaat uit kortingen. En dat zijn allemaal kortingen op bekende merken. Zoals Tommy Hilfiger, Calvin Klein, van die Hunter laarzen hebben ze. Nou ja, meer dan 200 merken, dus je kan er echt bijna alles vinden. En op deze site kan je dus gewoon permanent korting vinden tussen de 20% en 80%. Waardoor die merken dus ineens echt een stuk goedkoper zijn. Nou is het dan ook niet zo dat ze allerlei dingen hebben alleen maar uit de oude collectie. Maar het zijn dingen uit de nieuwe collectie en dingen van een jaar geleden. Maar niet langer dan een jaar geleden. Dus het is niet dat het alleen maar oude meuk is. Het zijn gewoon echt mooie producten. Nou is het wel zo bij Best Secret dat je een aanmeldingscode moet krijgen. Dus je moet een soort van invited worden voordat je daar kan winkelen. En ja, toen vroegen ze aan mij, wil jij zo'n code verspreiden met je volgers? En toen zei ik, ja, dat is top, want dan hebben jullie er ook wat aan. Als je op die link klikt, dan krijg je dus ook toegang tot de website. Dan kan je dus ook shoppen met korting. Nou heb ik mijn eerste Best Secret pakket binnen. En ik stel voor dat we die gewoon even samen gaan openmaken om te kijken wat ik gescoord heb. Ik moet zeggen, de keuze was zo reuze, letterlijk, dat ik gewoon verdwaald raakte op de website. Dat is namelijk een beetje het ding. Ik vind, sommige merken vind ik zeg maar echt hele mooie producten hebben, zoals Tommy Hilfiger. Ik vind die truien echt top. Ik heb daar ook een paar truien van. Maar ja, die koop ik wel echt alleen in de sale, omdat ik het anders gewoon te duur vind. En ik hou gewoon niet zo van veel geld uitgeven. Dus wat dat betreft is dit echt de perfecte match voor mij en de perfecte oplossing. Dan shop ik gewoon daar dat soort producten.
Ga eens even kijken wat ik allemaal geshopt heb dit keer. Het is echt een huge S-doos. Het voelt een beetje als kerst. Ik ga hem even op de grond zetten. Dat gaat makkelijker. Zo. Oké, we gaan beginnen met het eerste item. En het is geel. En ik heb echt een tijdje geleden een onwijze hekel aan de kleur geel. Maar ik ben stiekem steeds verliefder geworden op geel. Toen ik deze jurk zag, het is niet helemaal voor dit seizoen. Het is wat meer voor het voorjaar slash zomer. Maar toen was ik echt gewoon meteen verliefd. De jurk komt van Little Mistress. En het is een getailleerde jurk. En hij is echt lang. Hij loopt helemaal tot de grond. Hij heeft een soort tulle en bovenaan heeft hij kant. En ik denk echt, ja. Ik weet niet, ik vind dit gewoon heel mooi. Het is een beetje een sprookjesachtige prinsessenjurk is het. Maar dan in het geel. Nou, die ga je dus uiteraard van de zomer voorbij zien komen. Ik moet zeggen, ik ben de laatste tijd wel erg van de jurken. Omdat het natuurlijk ook bijna kerst is. Dus ik weet niet, ik kijk gewoon altijd het liefst dan naar jurken. Omdat ik dat het mooiste vind met kerst. En dit is wel een jurk die wat meer geschikt zou zijn voor een kerstdiner. Even kijken, hij komt van Lawrence Gray. En ik heb hem in maat 38. En het is een beetje stoeien, want er zitten zeg maar pads in. Zodat je geen BH eronder aan hoeft. En daarover gaat dan een soort omslag. Om te laten zien. Probeer ik hem een beetje zo te houden. Dit is het model. Ja, het is een beetje donker, dus je ziet het niet heel goed. En hij is helemaal tot de grond. Hij is echt huge. Nou ga ik deze sowieso aantrekken binnenkort met of een kerstdiner of oud en nieuw of weet ik het. Deze ga ik je dus echt nog wel showen. Ik leg hem nu even aan de kant, want we hebben nog meer. Ik weet niet, maar ik vind het altijd zo gezellig om met jullie pakketjes open te maken. Omdat ik dan het gevoel heb dat ik het aan vriendinnen laat zien of zo. Ik weet niet, het voelt gewoon een stuk leuker dan dit in je eentje doen. Even kijken, wat is dit? Oh ja, dit is een blouseje. Het is een zwarte blouse, hij is heel basic. Maar het is echt van een onwijs mooi stofje. Het lijkt een beetje zo'n shimmery stofje, maar hij is wel gewoon zacht. Nou wist ik dat natuurlijk niet toen ik hem kocht, maar dat blijkt nu dan maar. Dit is van het merk Zero. Echt perfect gewoon voor een basic outfit. Dan, iets wat ook helemaal niet bij dit seizoen past. Want dit heb ik niet echt nodig nu. Maar ik vond hem zo gaaf. Dit is een badpak. En hij heeft hier zeg maar in het midden loopt een streep en daar zit een soort van, ja, een soort kant of zo. En voor de rest heeft hij een hele lage rug achter. Ik moet zeggen, ik vind badpakken altijd een beetje lastig omdat ik heel snel bruin word. Maar als je binnen gaat zwemmen, kan een badpak altijd. En als het bewolkt is natuurlijk ook. En ik vind dit wel sexy. Een beetje zo dat gaas. Wat je er dan nog wel doorheen ziet. Dat het dus niet helemaal een dicht badpak is. Maar wel nog enigszins iets verhult. Dit badpak kwam van het merk Sylvie. Nou, dan nog een klein dingetje wat ik vooral gewoon heel erg leuk vond en heel erg miste in mijn kledingkast. Zeker met deze temperaturen buiten. Oh, mijn oorbel. Een muts met zo'n bolletje erop. Ja, ik heb dus niet echt een mutsenhoofd. Ik heb namelijk een veel te smal hoofd, dus als ik een muts op mijn hoofd zet, dan is het al heel snel zo, ja, net niet. Maar bij dit soort mutsen, die zitten gewoon heel los. Dus daar heb ik dat wat minder mee. Dit vind ik dan wel weer kunnen ofzo. Ja, laat me even weten wat jij ervan vindt. Deed je met een muts, ja of nee? Het is natuurlijk wel super lekker warm en ik heb altijd een mega koud voorhoofd. Even mijn haar een beetje normaal eronder doen. Zo. Ja, ik weet niet. Ik vind dit nog best wel gaan en ik vind dat balletje ook leuk bovenop. Dan een wit doosje. En het is geen schoenendoos, daar is hij te klein voor. Maar het is voor iets anders. Het zit namelijk zo. Op Best Secret heb je dus niet alleen kleding of schoenen, maar je hebt ook merken met accessoires. En toen zag ik deze voorbij komen. En we gaan natuurlijk binnenkort een keer verhuizen. En dit vond ik wel echt zo'n mooi item voor bijvoorbeeld op het toilet of zo, of om je sieraden in te doen. Het is een beetje een gouden doosje. En hij is van binnen gewoon zeg maar leeg en zwart. En nu nog met zo'n zakje die het droog houdt. En ik weet niet, dit soort bakjes kan je gewoon niet genoeg hebben. Het is ook onwijs mooie accessoires met heel veel korting. En dan, last but not least, een schoenendoos van Tommy Hilfiger. En ik moet zeggen, dit item had ik van de zomer al gezien. Toen vond ik ze te duur. Nu waren ze dus met korting en heb ik ze wel genomen. En ik zal even die rare grijze voet eruit halen. Het zijn namelijk deze hakken, ook weer met geel.
En dat zijn blokhakken met zo'n rieten randje. Ja, super gaaf. Oh, nog een folietje. Nou ja, dit is dus echt het typische geval van ik wilde ze hebben, ik vond ze te duur. En nu heb ik ze wel. Dus ik ben er heel blij mee. Mocht je dus ook een kijkje willen nemen bij Best Secret of willen shoppen, dan moet je dat even doen via het linkje in de beschrijving. Je kan namelijk niet zomaar op de site kijken. Je moet dus wel echt uitgenodigd zijn. Dus bij deze nodig ik jou uit en kan je een kijkje gaan nemen. Hopelijk vond je het ook een beetje leuk om te zien wat ik allemaal gescoord heb. En nou, dat was mijn kerstfeestje weer. Ik ben weer goed verwend. Welkom dames en heren bij een nieuwe kookvideo. Vandaag ben ik met Day en wij gaan koekjes bakken! A.k.a. zandkoekjes, mijn lievelings. Dylan en ik kregen ineens een ingeving dat we zin hadden om koekjes te bakken. Dus het is nu 5:50 s'avonds dat we koekjes te bakken. We hebben nog niet eens avond gegeten. Nee. Best raar. Maar we gaan dus zandkoekjes maken. Super plakkerig ding. Maakt niet uit hoe meel ik eronder doe. Dus dat is een beetje irritant. Maar hopen kunnen we dat nog fixen. We hadden het wel lang in de vriezer. Het was echt helemaal sticky. Nee. Maar ja, we hebben hier dus allemaal leuke vormpjes. Daarmee kunnen we straks leuke figuurtjes in de deeg maken. Gezien op Pinterest. Ja. En dat wil ik graag maken. Dit. Kijk jongens, dit is echt super vet. Want dit is dus een theezakje. Maar dan van een koekje. Dus dat gaat Dave proberen na te maken. En wat ik ga proberen na te maken is helemaal niks. Ik wil gewoon koekjes en dan lekker chappen. Dat wil ik. Ja. Oké, okay, nou, Dave gaat ervoor. Oh, Dave, je shirt. Net nieuw. Oh. Wat is er? Helemaal pakot. Nee, echt? Ja. Echt. Komt het door de open haard? Ja, dat denk ik, ja. Waar dan? Zoals, ja, door de open haard, moet wel. Meteen moet je nog wel maken. Ik voel het niet, waar is het? Nee, maar er zit ook allemaal, oh nee, bloem nu allemaal. Ja. Oh, ik dacht al. Je hebt nu allemaal bloem. Je vinger erin of wat is nou het dat je, oh, ja. Die kan je moeder wel maken. Ah, nu ben je nog meer naakt. Nou, maakt niet uit. Ik heb een shirt. Nou, mooi theezakje. Hij is een beetje geef. Ja, maar je moet nog even oefenen, hè? Dat is je eerste keer, toch? Ja. Mama, je maakt veel herrie, hè? Ja. Kijk hoe leuk! Dus we hebben het even voor de ogen gebroken. Ah, wat leuk! Nou. Nu moet je alleen nog straks je touwtje en die leggen we dan, alle koekjes leggen we hier zo. En dan straks gaan ze de oven in. Nou, dit is hem geworden, mijn theezakje. Hij is nog niet helemaal recht. Volgende keer beter, maar het ziet er wel schattig uit. Voor bij de thee. Koekje voor bij de thee. Ik heb gekookt en we eten noedels met garnalen en heel veel groenten. En groenboek. Nou jongens, volgens mij was het weer een lekkere chaotische week, as usual. Ik weet niet eens meer wat we allemaal gedaan hebben. Maar goed, het is zondagavond, ik ga lekker slapen. En ik zie jullie hopelijk volgende week weer bij een nieuwe weekvlog. Wat voor weekvlog is het dan? Zijn er leuke dingen? Oh ja, we gaan naar de kapper. We, dus be prepared. En we gaan kerst vieren met vrienden. Dus dat wordt ook leuk. Dus dan ga ik je allemaal laten zien hoe je lekkere hapjes maakt en zo. Nou, wordt helemaal leuk. Ik zie je volgende week weer. Dankjewel voor het kijken.